Hoi, van harte welkom bij Filmpje van haar leven coaching. Mijn naam is Helene Oudewiering. En dit is Peter. En Peter die doet een ademsessie bij mij. En hij wil wel even proefkonijn zijn. Dus dankjewel Peter. Om een ademsessie te doen. Jij doet ook ademsessies. Ben je gedoen om je beter te voelen. En als je nu kijkt naar je ademhaling. Waar voelt het dan bij jou een beetje... afgesloten of... Ja, hier. Oké. Hier vind ik hier iets afgesloten. Ja, dat is oké. Wat ik eigenlijk doe bij een ademsessie is acupressuurpunten gebruiken, waardoor de geblokkeerde energie weer beter door gaat stromen. En nu heb ik het Peter gevraagd van hey, waar voel je dat? Maar ook heel vaak vraag ik het helemaal niet, want ik zie het wel. En feit is dat wanneer ademhaling geblokkeerd is, je daar gewoon last van hebt en je je minder goed voelt. Je hebt een lage buik, een middenrif en een borstademhaling. En je lage buik, dat is dit hele gebied, vooral echt die lage buik, echt tussen je schaambeen en je navel zit dat in. Je lage buik, die komt iets omhoog wanneer jij je longen goed gaat gebruiken. Wanneer jij je middenrif echt goed naar beneden duwt, dan kan het niet anders dan dat die lage buik omhoog komt. Want je organen moeten een kant uit. Je gaat natuurlijk ook naar achter, bij je rug, in de flanken. Maar dat zie je niet zo duidelijk als je lage buik. Dus wat je mag gaan doen, Peter, is de ademhaling, verbonden ademhaling starten. En mag je heel diep in en uit ademen. Gewoon rustig en kalm aan je diep in en weer uit. Heel goed, aan diep in en uit. Heel goed. En nu zie je heel goed, Peter, ervaren ademen, dat die lage buik heel snel omhoog komt. En dat is mooi. Want daarmee zegt het eigenlijk dat hij zijn longen, het onderste deel van zijn longen, optimaal naar beneden doet. In een ademsessie adem je niet zoals je van nature thuis doet. Zeg maar. Het is echt een oefening, het is een ademsessie. Om je hele ademhalingssysteem goed te openen. Daarom doe je dit. En wanneer je ademhalingssysteem goed open is, voel jij je beter. Wanneer je ademhaling dicht zit... dan voel je je fysiek minder goed, maar ook geestelijk. Want het betekent dat je delen in jezelf afknijpt. En die ademhaling die bevrijdt jou weer van die afgeknepen delen. Het mag weer stromen. En een lichaam die in de stroom zit, dan zit die geest ook in de stroom. En dat voelt gewoon lekker. Heel goed. Optimaal adem je in en uit. En ik druk dus op punten, die acupressuurpunten. Heel goed. Adem diep in en uit. Uit die buik. Middenrif en weer omhoog. Heel goed. Heel goed. Adem maar dieper in en weer uit. En je vult je hele lichaam met zuurstof. Goed zo. Vul je lijf maar met zuurstof. Goed zo. Diep vanuit die buik. Uit die lage buik. Heel goed. Dat je hele middenrif ook omhoog komt. Het middenrif is je centrum waar je veiligheid voelt. Diep vertrouwen in jezelf. Ook binding hebt met jezelf. Goed geaard bent. En in het midden ligt het gebied waar je, ja, we noemen dit gebied ook wel angstgordel. Als je gebrek aan vertrouwen hebt, dan knijpt het hier vaak samen. Goed zo, adem goed door. Maar het is ook het vuurcentrum. Dat als, als iemand hier een beetje slap ademt, dan wordt hij ook een beetje, oh, het is goed door, een beetje suf. Heel goed. En adem maar goed dit in, Peter. Ja, heel goed. En als je dan je vuur weer hebt gevonden, vanuit diep vertrouwen, dan breng je dat naar boven. En dan mag je de uiting aangeven. Heel goed. Ik laat mensen ook wel eens geluid maken. Dan zeg ik gewoon, maak maar geluid. Een heel zachte A-klank. Of soms hard. Maak maar eens een A-klank, Peter. Is ook altijd weer een hogere trillingsfrequentie dan de emotie of de beperking, de restrictie die vastzit in je lijf. Dus geluid maken heelt. Heelt je lichaam, heelt je ziel. Het schoont je op. Dat is eigenlijk wat je doet met een ademsessie. Je schoont je hele lichaam op. Heel goed.
Tegelijkertijd ga je natuurlijk veel meer zuurstof in je hele lichaam pompen, waardoor je wel kunt voelen wat het effect is. Vaak krijg je dat tintelingen, een beetje duizelingen. Nou, ik zeg altijd, je ligt toch al, dus val ik er niet. Doordat je meer zuurstof in je lijf krijgt dan je verbruikt, heb je ander zuurbase evenwicht. En dat geeft dus die effecten. Nu vul je je hele lijf ermee. En later in de sessie dan kom je helemaal tot rust. Dan kan je soms minutenlang zonder adem. En dan is het geweldige van het lijf. Het evenwicht herstelt zich weer. Maar je hele lijf is opgeschoond. En je hebt een enorme zuurstofboost gekregen. Waardoor ook op celniveau de mitochondriën harder zijn gaan werken. Het mooie van deze ademmanier is dat je ook echt je emoties losmaakt. Je hele lichaam schoont op. Hoe voelt je lijf nu aan? Ja, het voelt meer vrijer aan. Ja. Waar voel je dat vooral? Ja, vooral hier waar het vast zat. Ja. Voel ik dat je hier je hand neerlegde en met het geluid maken ook, ja. Voel ik het echt helemaal open gaan en gestroomd. Dit was een stukje van een ademanalyse, van een heel kort ademsessie. En heb je meer vragen, kun je me altijd e-mailen, helene@herleva.nl. En wellicht tot ziens.